Op zondag 28 april werd bij Galerie Bonnard de expositie Meesterlijk Stilleven Cornelis Lemaire 80 jaar geopend. Ik vroeg de galeriehouders hoe de expositie tot stand was gekomen. Ook waren we aanwezig bij de officiële opening door Wim Daniels. David, jullie hebben eerder een expositie van Cornelis Lemaire gehad. Nu wordt hij 80 jaar, dat is een goede gelegenheid. Maar waarom zijn jullie zo gecharmeerd van zijn werk? Ja, wij zijn als galerie vertegenwoordigen wij zo'n 80 kunstenaars. En een kenmerk van al die kunstenaars is dat ze heel eigen werk maken. En dan eigen werk wil zeggen werk wat bij hen past. En dan in alle facetten. Wie mensen zijn, waar ze van houden, hoe ze in het leven staan, wat ze willen vertellen. Nou, als je naar de schilderijen van Cornelis Lemaire kijkt, dan zit in alles zit die eigenheid. Als je met hem praat, als je hem ontmoet, dan snap je meteen waarom hij maakt wat hij maakt. Dus die eigenheid vinden we belangrijk. En dan is de expressie die hij laat zien in zijn werk, de eigenlijk een soort ode zou je bijna kunnen zeggen aan de kunst van de 17e eeuw. En ook dingen die hij daarover zegt, van ja, waarom vernieuwen als het oude nog niet af is. Hè? En dat vinden we een fantastische manier van werken, van manier van kijken. Vandaar ook de titel van de expositie Meesterlijk Stil Leven. Ja, ik denk als je het over meesters hebt, dat zijn mensen die het vak beheersen. En dan kun je dat over heel veel kunstenaars zeggen natuurlijk. Maar een 80-jarige kunstenaar die tot op de dag van vandaag zo'n enorm rijk oeuvre met een grote diversiteit neer weet te zetten, zijn lessen geeft, boeken schrijft, niet alleen schilderijen maakt, maar beelden, zelfs op de hoogte is van architectuur, meubels maakt, muziekinstrumenten. Ja, ik vind dat hij zijn meestertitel in de kunst wel verdiend heeft. Ja. En waarom hebben jullie nog andere kunstenaars uitgenodigd voor deze expositie die ook stillevens maken? Wij vinden het leuk om als galerie te laten zien dat een woord stilleven kan een reactie bij jou oproepen. Dan zie je iets voor ogen. Nou, mensen die werk van Cornelis Lemaire kennen, die zullen dan denken aan het stilleven van Cornelis Lemaire. En dat is ook prima. Maar we vinden het wel leuk om daar ook anderen tegenaan te zetten, zoals wij dat noemen. En die misschien juist op een totaal andere manier het stilleven benaderen. Paul, jij exposeert hier ook bij de expositie Meesterlijk Stilleven en Cornelis Lemaire 80 jaar. Wat is jouw binding met zowel de titel van de expositie als met Cornelis? Kees heb ik Cornelis voor, en Kees voor ingewijden heb ik een jaar of 25 leren kennen eigenlijk. Ik ben hem gewoon gaan opzoeken omdat ik gehoord had dat er een man was die klassiek schilderde. En ik zelf was al een jaartje of 10 ongeveer met de oude meesters bezig met kopiëren en het kijken naar technieken van oude meesters. Dus dat was echt mijn hartstocht, mijn passie. En ik dacht, ik heb toch iemand nodig die me echt goede aanwijzingen kan geven. En toen ben ik naar Kees gegaan op de Bonnefoy. En die was heel gastvrij en we hadden meteen een klik met elkaar. En sinds die tijd zijn we eigenlijk in het begin leerling-leraar wel geweest. En langzamerhand collegiale vrienden geworden, zou je kunnen zeggen. Waarom hebben jullie gekozen voor Wim Daniels als degene die het openingswoord bij de officiële opening gaat verrichten? Wim is iemand die hier heel zeer regelmatig binnenloopt. We hebben samen met Wim ook een boek uitgebracht. Vorig jaar was dat. De fiets en verder niets. Wim en wij hebben een grote liefde voor kunst in alle haar facetten. En daarnaast, als je het over Cornelis Lemaire hebt als bekende Eindhovenaar, dan kom je natuurlijk niet om Wim Daniels heen. Vorige keer deed de burgemeester het openingswoord, dat deed hij fantastisch. De burgemeester heeft plaats moeten maken. Nou, en in ons geval voor Wim Daniels. Dit moet van een oude meester zijn. Ik zeg nou, hij wordt pas in juli 80. Ja? Dus oud. Dan is hij oud en hij heet ook nog Lemaire, dan ben je dus sowieso al een meester. Ja? Maar Cornelis Lemaire, dat is werkelijk een meester. Het is werkelijk fenomenaal zoals Kees Cornelis kan schilderen. Ik vind zelf echt het werk van Cornelis fenomenaal. En ik denk werkelijk dat ik niks te veel zeg en dat heeft dan niks te maken met zijn achternaam en ook niks met de leeftijd die hij gaat bereiken. Ik vind Cornelis echt een oude meester. In de ware traditie van het woord, in de klassieke zin, in de schoonheid die erachter schuil gaat.
Lang leven Cornelis Lemaire. Cornelis, proficiat met deze expositie. Galerie Bonnard, David en René, proficiat met deze prachtige expositie. Wim, hoe ben je in contact gekomen met de galeriehouders van Galerie Bonnard? Ik kom hier vaak voorbij gefietst. En ik ben wel echt al een kunstliefhebber. Dus ik, een paar jaar geleden, denk ik al wel, weet ik hoe lang geleden, ging ik hier eens naar binnen. En toen zag ik ook dat het een galerie is met echt wel heel mooie werk. Dat ze een goede smaak hebben. En bovendien bleken beide mannen, David en René, allebei fietsliefhebbers te zijn. Wat ik zelf ook ben. En onze samenwerking die heeft er ook toe geleid dat we vorig jaar samen zelfs een expositie hebben georganiseerd met kunst en de fiets. En fijn, die heb ik ook geopend. En zo is er een soort van vriendschappelijkheid ontstaan waardoor ze mij vaker vragen om dingen te openen. Oké, veel succes met dat idee. Dankjewel. De expositie van Cornelis Lemaire is te zien tot en met 2 juni.